De internationale regels voor de verzorging van lijken moeten ook in Suriname gehanteerd worden. Dit zal een toegevoegde waarde brengen aan het aflegwerk. Alhoewel de verschillende verenigingen zich vasthouden aan de traditionele manier van afleggen, moeten wij onze ogen niet sluiten voor de realiteit. Daarom heeft aflegvereniging Judica besloten om tijdens hun Opoyari-viering samen met deskundigen afleggers kennis bij te brengen over de nieuwe aflegtechnieken die internationaal worden gehanteerd. Om het jaar, het nieuwe werkjaar in te luiden van de dinaris, de afleggers. En dat doen wij dan met een lectuur. We gaan dan van gedachten wisselen. Hoe is het afgelopen jaar geweest? Wat moeten we bijspijkeren? Wat moeten we nog bijleren? Wat moeten we doen bijvoorbeeld op grond van hygiëne? Want hygiëne is zeer belangrijk in de aflegwereld. Kijken naar onze werkruimtes en van gedachten wisselen, ervaringen uitwisselen en gewoon saamhorigheid bij elkaar blijven. Het afleggen van lijken is inherent bij het leven van ieder mens. Een goede verzorging van het lijk brengt enige troost voor de familie. Het is daarom belangrijk dat afleggers, oftewel dinaris, hun uiterste best doen om de overleden persoon zodanig te verzorgen voor de ter aarde bestelling. Echter blijven de gevaren voor afleggers niet uit tijdens de verzorging. Strikte hygiënische maatregelen moeten in acht genomen worden. Anders kunnen afleggers verschillende ziektes oplopen. De eeuwenoude tradities heeft menigeen beschermd tijdens het werk. Maar de verschillende ziekteverschijnselen en ziektebeelden zijn nu uitgebreider dan in het verleden. Dit maakt dat er tegenwoordig anders gewerkt moet worden. Grandbrada Erwin Goedhart van de Federaties van Afleggers in Suriname, die jarenlang betrokken is bij het afleggen, geeft aan dat wijze lessen van vroeger nog steeds werken en worden toegepast. Echter, met de nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen is het van belang dat bijscholing optimaal plaatsvindt. Weet je, toerist, ik kwam mooi te horen, omdat ik mijn sma overdra. Ik loop lectuur in Auroko, die zie ik mooi te leren van sma Auroko. Omdat hij soms maar in Auroko weet, maar in de sap Alastani. Lid van media, zoals ik me ook toen de sap Alastani. Alla deed op Auroko, je hebt toen kan ik een trassani en de eide, want tra ervaring gimme. Ja, dus als je deed een lectuur, dan zou je trouwen nog sabi. Sano sabi et ron sabi. Ja, sowieso weet ik de nieuwe ontwikkelingen verzeilen, omdat we in een heel tra ding. No, je hebt alle trassot sani et do. Oalibisma, alle trassot infecties, alle dingen zo sani, je hoort ook een tra materiaal. Maar sa ufeel kies voor een bigisma voor dat we dan hori. Want was maar let niet zo. Nee, troe, als ik bigisma, je me dan hori en me godoro na dat die kan je me werk ching cross jeng. Ja, maar me go me ook toe na nga ating. Wat if you no go me na nga ating, yo fasi.